Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza. Er is veel bewolking boven Nederland en lokaal valt er ook nog wat lichte regen of motregen. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog, maar bewolking blijft wel overheersen. Het is vanochtend een graad of 18 met zoals gezegd af en toe wat lichte regen of motregen. Dus er staat niet veel wind. Vanmiddag wordt het zo'n 20 tot 25 graden. In Limburg kan de 25 graden gehaald worden, maar er blijft wel veel bewolking aanwezig. Ik denk wel dat het op de meeste plaatsen geleidelijk aan droog blijft vanmiddag en vanavond klaart het dan vanuit het zuiden helemaal op. De temperatuur blijft hoog, zo rond de 20 graden. Vannacht kan er dan op diverse plaatsen mist ontstaan. Morgen wordt het na een grijze start hier en daar zeer zonnig. De temperatuur loopt op naar zo'n 27 tot 29 graden. Mogelijk dat het in Brabant zelfs al 30 graden gaat worden. De wind waait uit het zuiden of zuidoosten en is overwegend matig. Dinsdag en woensdag zijn twee tropische dagen. Op veel plaatsen in het land wordt het gewoon meer dan 30 graden. De zon die schijnt volop. Donderdag is nog wat onzeker, maar ook dat kan mogelijk een zeer warme dag worden. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u een fijne dag.